De Surinaamse kustwacht had vandaag hoog bezoek van de Franse gewapende machten onder leiding van generaal-majoor Xavier Bouzon. Het bezoek was in het kader van het versterken van de samenwerking op het gebied van de grensbewaking tussen Suriname en Frans-Guyana. Zowel de directeur van de kustwacht, Raju Bola, als minister Brontusso Mohardjo van Binnenlandse Zaken zeggen dat zij uitkijken naar een sterkere samenwerking tussen de twee buurlanden. I am preparing a concept of agreement of cooperation between Suriname Coast Guard and the French Navy, which will be presented after finishing it with my superiors, with the Minister of Home Affairs and the Secretary Director of Home Affairs, Permanent Secretary of Home Affairs, will be presented to you to the proper channel of authorities. Samenwerking loopt goed met Frankrijk. Het is een hele oude samenwerking, een hele lange samenwerking. En die willen we alleen maar verdiepen. U heeft gezegd, er zijn een paar pijnpunten, maar die gaan we zeker oplossen. Kijk, u moet rekening houden. Wij hebben olie gevonden voor de kust. En dat gaat heel veel interesse opleveren van zowel verschillende landen als bedrijven. En wij moeten ervoor zorgen dat het volk van Suriname dit keer veel meer profijt had van de natuurlijke hulpbronnen. Dat ze voorheen hebben gedaan. En daarbij is een goede kustwacht belangrijk. Want u mag weten, per jaar verliezen wij, als ik het goed heb, $50 miljoen aan illegale piraterij, aan illegale vishandel. En dat gaan wij nu moeten tegengaan met een verbeterde vloot. Bola zegt dat hij ook uitkijkt naar andere trainingsmogelijkheden voor de Surinaamse vloot op verschillende niveaus. Minister Somohardjo is de mening toegedaan dat samen met de Fransen op een hoger niveau gewerkt kan worden aan de bewaking van de watergrenzen. Majoor Bouzon zegt dat hij ook uitkijkt naar voorstellen vanuit Suriname om de samenwerking verder voort te zetten. We hebben een lange geschiedenis van cooperation tussen de twee naties. Dus het is, you know, we received as a postcard here. As you know, under my command, I have all the navy components in the French Guyana. So I'm very happy to reinforce and to reaffirm our cooperation, and I'm waiting for your concept to study it and to improve our relationship for the long and the next few years. Bola zegt dat hij samen met minister Somohardjo werkt aan een samenwerkingsvoorstel ten behoeve van versterking van de werkrelatie tussen de twee landen. Om de dreigingen op de grens te lijf te gaan. De delegatie is ook ontvangen door president Santokki en defensieminister Matura. De samenwerking met de Fransen bestaat onder meer uit gezamenlijke patrouilles op de Marowijnrivier, trainingen en het delen van informatie. Tussen Bouzois en legerbevelhebber Robert Carto di Cromo is er een overeenkomst betreffende technische samenwerking op operationeel niveau getekend. Deze overeenkomst moet resulteren in concrete projecten en acties.